Welkom bij de 7e uitzending van Katwijk Live. Vandaag hebben we cultuur actueel, uiteraard een spelletje, dat beginnen we zo meteen mee. En we hebben live muziek. Blijf kijken, dit is Katwijk Live. Hij doet het. Welkom, leuk dat u kijkt naar RTV Katwijk, kanaal 41 op Ziggo. We zijn live met Katwijk Live. Volle bak vandaag, Marcel. We hebben een heleboel leuke dingen, interessante dingen, cultuur. We gaan het hebben over iemand die hebben een kerk gekocht. Ja. En dan niet voor een kerkdienst. Die gaan er dus heel wat anders van maken. We hebben een spelletje, een beetje Sinterklaas gericht. Ja, daar kun je dus ook wat bij winnen. Gaan we het zo over hebben. We hebben live muziek. Live muziek, sowieso. The World Servants, die komen voorbij. Twee daarvan in ieder geval. Die gaan naar het voormalige Burma. Myanmar heet het tegenwoordig. Bart van der Pol, die komt langs. Ja, ja, die was vorige week rond deze tijd was die ook op tv. Vrijdag, geloof ik. Ja. Was heel leuk. Hij zit 25 jaar bij de omroep. Ja. Nou, 25 jaar achter de microfoon. Oh, achter de microfoon, kun je nagaan. Wat hebben we nog meer? En jij moet echt blijven kijken. Miss Afrika Nederland. Dat is echt de moeite waard. Ja. Ze hoeft het niet alleen met onze gezichten te doen. Nee, het zou een mooie ruil zijn, toch? Ja. Maar het volgende keer presenteren. Ja. Maar we hebben een spelletje. Wat ik al zei, dat is Sinterklaas gericht. Zullen we het eens in beeld nemen? Ja, laten we kijken. Wie kan het, kijk eens. Wat u hier ziet is een schaal met daarin wat pepernoten en kruidnoten. En u raadt het misschien al, wat wij van u willen weten. Niet het aantal, maar het gewicht van alleen de pepernoten en de kruidnoten. Zoals het schaaltje er nu bij zit. Ja. Schaaltje hoef je niet bij, dat is lastig. Maar wat weegt het? Nou, als u het nou weet, bel naar de studio 4013551. Geef het antwoord door in grammen. En, wat zullen we een marge nog erin doen? Ja, misschien een klein. Nou ja, degene die er het dichtst bij zit, die wint. Ja. En dan, bel naar de studio 4013551 als u weet hoeveel of wat het gewicht is van het schaaltje kruid en pepernoten. Jaap, jij zag er vanmorgen anders uit. Ja, als dat je er nu ziet. Jij had ook wat beharing op je gezicht vanmorgen nog. Ja, dat was het trouwens heel erg leuk om te doen. Ja, u zal denken, waar hebben we het nou over? Het was Movember, of dat is het eigenlijk nog steeds. Hoe heet zo'n woord nou, zo'n samengesteld woord? Van moustache en november. Een portmanteau-woord. Ik kwam er even niet op. Portmanteau-woord. Movember. En dan laten heel veel mannen laten de snor of de baard staan om... aandacht te vragen. Aandacht te vragen, inderdaad, voor de prostaatkanker. Tilbalkanker en de geestelijke gesteldheid van mannen. Want het schijnt dat driekwart van de zelfmoorden wordt gepleegd door mannen. 510.000 per jaar. Dat is er één per minuut. En mannen worden gemiddeld 6 jaar jonger dan vrouwen. En daar hebben we het eigenlijk nooit over. Dus met de baard en de snor proberen we daar toch een beetje aandacht voor te vragen. Maar zoals u ziet, hij is er vanaf. Bij Marcel ook. Ja. Nou, en hoe dat in zijn werk ging. En vanmorgen laten doen. We zijn naar Rijnsburg geweest. Naar Kappa Karl. Ga even kijk mee. Ja. After all the jacks are in their boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red and the wind whispers memories. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife.
leuk. En nu zitten we hier dus met een blote billengezicht. Het is er vanaf. Ja, was een mooie kerel, die Karel. Mooie kerel. Echt, mooi, echt met een mooie snor. En, ja, echt een aanrader om te doen. Naar Rijnsburg dus bij Kapper Karel. En voor een paar tientjes kun je zelf... Het duurt 45 minuten. Er zit zelfs een massage. Alles zit erbij. Ja. Dus als je nog niks weet voor het Sinterklaas cadeautje. Het kerstcadeautje. Ja. Hij verkoopt ook bonnen. Zo. We hebben aan de reclame voldaan. Nou, nee, maar het was echt hartstikke leuk. Echt heel leuk. Brengt ons bij Hubert en Reina Kralt. Zij hebben een kerk gekocht in Rijnsburg, de Petrakerk. En daar hebben ze geen kerk van gemaakt. De buitenkant ziet er nog uit als een kerk, maar de binnenkant is heel anders. Hele goede avond. Leuk dat jullie hier zijn. Welkom. Goedenavond. Ja, het was. Ik wil toch eerst vragen, hoe kom je erbij om een kerk te gaan kopen? Om een bed en breakfast te maken? Want dat is wat jullie gedaan hebben. Hè? Ja. Nou, het wordt nog gedaan. En het wordt nog gedaan. Ja, daar zijn we nu mee bezig. Waar is ooit het idee geboren? Dat is eigenlijk. We zijn al eerder bezig geweest met een kerk, de Bethelkerk. En toen hadden we al dat idee om daar een bed en breakfast in te gaan beginnen. En dat werd toen overboden. En toen hadden we toch zoiets van, we moeten toch... Toch wat anders. Ja. We maar willen het moest, wat. Het moest een kerk zijn. Ik denk dat begon even iets anders. Zakelijk zit ik in de projectontwikkeling. En vervolgens kom je uiteindelijk zakelijk een pand tegen. Ik zeg, hé, daar gaan we verbouwen, appartementen van maken. Alleen toen ik door die kerk heen liep, dacht ik van, nou, dat wordt hem niet. Hè. Financieel kwam dat niet uit. En dat is ook een heel moeilijk project. Hè. De Bethelkerk had 6 jaar gestaan. En vervolgens liep het door die kerk. 6 jaar leeg gestaan, bedoel je? Ja, die heeft echt 6 jaar leeg gestaan. 6 jaar te koop gestaan ook. En tot ik er doorheen liep en uiteindelijk bij mij wat begon te borrelen. Ik denk, nou, ik zou er wel willen wonen. Het is toch fantastisch om in een kerk te wonen. Het is heel groot, heel veel volume. Dus uiteindelijk heb ik thuis... mijn vrouw eerst hoofd gek gemaakt. En dat is gelukt. Na de eerste rond... Is het moeilijk of wel? Nee, het is niet zo moeilijk. Na de eerste rondleiding was ze inderdaad bijna om. De kinderen gingen uiteindelijk ook mee. En dan komt het inderdaad op het bieden en loven aan. En werden we overboden. Ja, dat ging helaas mis. Teleurstelling. Dat was toen een hele doffe teleurstelling. Ja, je zit heel ver in dat project natuurlijk. Het begint te leven ook ergens in je hoofd waarschijnlijk. Ja, je gaat zelfs tekeningen maken. Je hebt schetsen, je hebt tekeningen. En inderdaad, als je dan een kerk... Hè, dus een ding is tussen de 3.000 en 4.000 kuub. Dat is eigenlijk best veel om in te wonen. Maar er zitten geen vloeren in. Het is alleen maar lucht wat je koopt. Het is alleen maar lucht, ja. Er zit geen verdieping in natuurlijk. Nee. Maar je hebt ergens een idee. Ik wil een bed en breakfast beginnen, maar... zo'n kerk, misschien een gek idee, maar dat kost dat heel veel? Of is dat een symbolisch bedrag? Hè? Dat hoor je ook wel, dat gebouwen worden overgenomen voor een symbolisch bedrag. Was en vervolgens moet... Beter geweest. Dat zou op zich wel fijn zijn. Als maar waar moet je van denken dan? Nou, kijk, je betaalt niet voor het volume, maar het is uiteindelijk duurder dan een dure villa. Dus je hebt er ook heel veel voor. Dus... ja, we moeten grond en een gebouw. Ja, het staat uiteindelijk toch op 1700 meter precies. Grond, midden in het centrum. Je kan er best een paar 201 kappers verkopen. Ja. Dat klopt. Waar loop je, als we even bij het begin beginnen, je hebt een idee, dat gaat zich ontspinnen ergens in de hersenen. Ik ga een bed en breakfast van deze kerk maken. Het is meer, eigenlijk je ergens, meer dat je er graag mee, dat je er graag in wil wonen. En vervolgens, omdat het zo groot is... kan je daar meer mee? Ja. Want, het levert ook gewoon geld op. Het levert ook geld op. Het moet ook betaald worden. Het brengt het ook weer zichzelf op. Maar zitten er voorwaarden aan? Bijvoorbeeld, mag je het wel? Heeft het gebouw nog een bepaalde doelstelling? Dat je zegt, ja, het mag wel of niet een woonvorm worden? Nou, de kerk, de gemeenschap heeft heel duidelijk regels opgesteld. Dus wij moesten uiteindelijk de Petrakerk moesten we op inschrijven. Overigens, het was wel de betere keus. De Petrakerk is uiteindelijk een veel mooier gebouw dan de Bethelkerk. Hij ligt mooier achteraf. Maar daar moest ik erg aan wennen. Zij had daar gelijk een heel positief gevoel bij. De kerk vraagt wel om een plan. Dus iedereen die wilde meebieden op de kerk, die moest de plan indienen. Okay. Ja. En uiteindelijk hadden wij gezegd, van, nou, dat is zo groot. Wat heb je nou een huis met 9 slaapkamers als je 3 kinderen hebt? Ja. Dus uiteindelijk hebben we gezegd, nou, het is misschien wel leuk. Een paar maanden misschien? Nee. Maar wel een enorm mooie speelruimte. Uiteindelijk hebben we gezegd, van, nou, het is misschien wel leuk om er wat bij te hebben. Ze hebben alle twee ongeveer 25 jaar dezelfde baan. En uiteindelijk is het wel leuk om er wat bij te gaan doen. Hè. Dus op een bepaald moment begint het toch te jeuken. Altijd gezelligheid, mensen om je heen. Het is toch een beetje vakantiegevoel wat je meebrengt. Je zal er zelf wel voor moeten werken. Maar het zijn altijd leuke mensen als het goed is die bij je komen. Ja. Nou, dat trok ons wel aan. Dan ga je uiteindelijk een plan maken. Nou, je gaat bieden op de kerk, je krijgt hem gegund. En dan ga je vergunning aanvragen bij de gemeente. En is dat dan gegund omdat jullie een plan hebben?
Neem dat de meeste boden. Oké. Okay. Ja, nee, dat is belangrijk. Nou, maar dat, nou, ja, nou, ik weet niet hoe zo'n kerk... Want het is van een kerkbestuur dat je dat hoort. Hoe zit... Ja, okay. Nou. En de kerkbestuur die heeft zichzelf... Hoe zeg ik dat? Ze hebben zich laten adviseren. Maar ook dat hun zeg maar het laatste woord hadden van... joh, ik gun het aan jou of ik gun het aan jou. Dat het niet alleen over geld gaat, bedoel je? Precies. Het kon ook zo zijn dat als iemand het laagste bod had... en dat plan was precies helemaal fantastisch... Dat bedoel ik, ja. Dus ja. Dan was dat ook oké. Ze wilden er alleen geen bordeel. Precies. Dat soort dingen. Nou ja, logisch. Café, restaurant, want dat liefst niet. Geen horeca. Ja. Uiteindelijk, nou ja, het is jullie gegund door de kerk, maar ik denk door heel veel mensen. Want er is wat moois, daar zijn jullie mee bezig. Daar hebben we wat opnamen van gemaakt. Ja. Daar hebben we een filmpje van. Neem ons eens mee. Praat even over het filmpje heen. Kunnen we het instarten? Ja, dan ook. Prima. Nou, dit is de Peterkerk. Dit is de buitenkant. Met 96 zonnepanelen op het dak. En waar staat de kerk? De kerk staat op de Korte Voorhoutenweg in Rijnsburg. Dat is aan de Noordwijkerweg, zeg maar ook. Dat zijn onze drie muizen. Dat symboliseert eigenlijk onze drie kinderen. We hebben een drieling van 17, twee jongens en een meid. Hier gaan we de hal naar binnen. En links zie je de dozen met het aantal tegeltjes. Dit is de warmtebronnen. Neus van de zalm op duurzaamheid. Ja, dat is straks nog wat over. Ja. En dit is de muren die we dan afstuken. De ramen die er nog in zitten. En dit is een gebruikte raam die we eruit hebben gehaald. Maar die gaat heel snel. Ja. Dit is de preekstoel, gaan we ook weer gebruiken. De open haard. Ja, die is wel heel gaaf. Hoe oud is de kerk eigenlijk? Hij is van 1957. Ik dacht 3, maar zoiets. Dat is net na een jaar of 50. Maar het is ook mooi, hè? Want voorheen was het een noodkerk. Daar is hij voor neergezet in 1931. En dit is onze bar. Hier zullen we denk ik ook menig uur vertoeven. Ja, ook weer met dat raam weer. Is dat een algemene ruimte? Nee, dit houden we eigenlijk privé. Jullie woonruimte. Met de oude kerkbanken. Het orgel. Krijgt dat nog een plek? Spelen jullie? Nee, dit is... Nee, dit orgel, er staat nog een marktplaats. Dus. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Voor een goede bieder, dan mag die mee. Ja. Mooie raam ook. Ja. De woonkamer heeft als enige dus de totale hoogte. En dus in de woonkamer kijk je uiteindelijk gewoon helemaal in het dak. Want hoeveel kubieke meter is het, zei het hele gebouw? 4000 kub. Dit is boven, dus dit moet je zo zien. Links is dan de bed en breakfast kant, rechts is onze kant. We willen ook dat het wel een goeie beetje een scheiding is, precies. Ja. Maar wel weer, het moet geen hotel worden ook, rond een bed en breakfast. Nee, het moet wel een beetje kneuterig met respect zijn. Ja, absoluut. Maar natuurlijk de gasten ook fijn vinden, maar er is wel een binding natuurlijk. In bed en breakfast moet iets met elkaar zijn. Ja, absoluut. En hier zie je vooral die scheiding ook tussen privé en... En hoeveel kamers wordt er bed en breakfast? Vijf. En jullie woning? Zeven? Nee, in principe ook gewoon vier slaapkamers. Dus we hebben drie kinderen. En dus we vonden vier slaapkamers. We hebben logeerkamers genoeg. Ja. Hier kijk je zo. Je weet waar je aan begint ook. Dat is super druk natuurlijk. En wat je nu ziet zijn overigens de drie appartementen. Dus in de bijgebouwen hebben we drie appartementen gebouwd. Ja. En die worden gewoon verhuurd. Ja. Ja. Dan gaan jullie gewoon weer op zondag de klok laten luiden als het ontbijt begint of zo? Of hoe? Ja, het zal wel druk worden op de Dam. Ik weet niet of dat verstandig is. Maar zit er nog een klok in? Ja, de klok zit erin. Ja. Ja. Ja, af en toe doen we hem wel even aan, maar ik denk niet dat dat de bedoeling is. Nee. Staan er ineens allemaal mensen voor je deur. Ja. Ja, mooi. Het schiet al aardig op. Zover zijn jullie nu ongeveer? Kan je dat enig idee? Hier zit je nog bij de appartementen. Die is boven. Nee, maar ik denk dat we op 80% zitten. Ja. 80%. Ja. Ja, dus wanneer hoop je klaar te zijn? Wanneer gaan jullie erin? Wij hopen er zelf in te gaan in januari. En dan de kamers in het voorjaar, in het zomer? Ja, voor het seizoen. Voor de keuken of seizoen. Maart. Ja. Maar dan moet je nu misschien al beginnen met je kamer. We zijn toevallig gisteren ook geweest naar een website ontwerper. En dan willen we gewoon open en dan willen we gaan kijken van wat zijn de reserveringen. Dat lijkt wel kicken als jullie nog eens een keer in het programma komen van Bed & Breakfast of zo. Want dit is wel redelijk uniek. Er zijn natuurlijk wel meer kerken verbouwd, maar dit is toch wel redelijk uniek. Ja. Zeker binnen de gemeente Katwijk. Ja, dit is fantastisch. Ja, dit is fantastisch. Ja. Want er zijn wel meer kerken. Wat gebeurt er met de Bethelkerk bijvoorbeeld? Die is plat gegooid en daar zijn nu huizen opgebouwd. Ja. Ja. Er staat nu nog een kerk leeg, maar de Natenkerk.
Ja. Alleen hebben ze heb je interesse? Nou, niet om in te wonen. En uiteindelijk na een verbouwing van 10 maanden zeg van, nou, het is wel even goed. Ja, Maar raak je er ook niet een klein beetje verslaafd aan? Ja, maar vooral want dan, straks is het klaar en dan val je misschien wel in een zwart gat, want het is hartstikke druk ja, nu. Ja, 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 maar dat vang je misschien weer op met de drukte van de bed en breakfast. Dat denk ik, dat denk ik. Dat komt wel vast wel goed. Want dat is natuurlijk inderdaad, je loopt er zelf regelmatig over die bouwplaatsen rond. Jij weet heel veel van bouwen af ook? Ja, nee, ik zit zelf in want de bouw. Want je werkt waar ben je? Ik werk bij de Raad in Katwijk, dus maar daar heb ik echt gewoon een kantoorbaan. Dus ik stuur mensen aan, dus dat was voor het eerst. En wij hebben dan 2 jongens van 17 ook, dat we zeiden van nou, we gaan het echt zelf doen. Dus ik loop niet alleen over de bouw, nee, wij klussen keihard. Dus eigenlijk alle timmerwerk wat je gezien hebt binnen hebben we zelf gedaan. Dus alle vloeren hebben we zelf gebouwd, alle wanden hebben we zelf gebouwd. Eigenlijk al het sloopwerk hebben we zelf gedaan. Dus ik denk dat ongeveer 30-40% door onszelf gedaan is. Oké. En dat maakt het ook extra leuk. Ja, precies. Ja. Nog meer voldoening misschien. En als je erin rondloopt, dan denk je, oké, dat hebben we wel zelf gedaan. Ja, dus als er een volgende kerk komt, dan zal die alleen als belegging komen. En dan zullen we alles uitbesteden, denk ik. Nou, het bijgebouw van de bed en breakfast. Nou, fijn dat jullie wel tijd voor ons vrij wilden maken om hier aan tafel te komen. En, misschien ook leuk als mensen daar langs lopen. Werpen eens een blik naar binnen. Ja. Kijken ze hoe ze erbij zijn. Absoluut wel. Graag. Ja, het is toch heel mooi om dit te zien. Ja. En boeken natuurlijk, hè? Ja. Geld verdiend worden. Zo, voor een week of twee gaat de website live. Ja. Mogen we vol. Ja. Waar zetten jullie op in? Duitsland of zo? Want je hebt toch de kust natuurlijk, wat enorme aantrekkingskracht op Duitsland heeft. Nederland. Nederland is inderdaad. Ja, ik bedoel, iedereen is eigenlijk welkom. We denken niet dat we vol gaan met Chinezen. Maar je weet het niet. Keukenhof erbij. Precies. Gaat helemaal goed komen. Huibert naar Reine Kral, dankjewel voor je komst. Bedankt voor jullie. Graag gedaan. Gaan we nog naar het spelletje. Wat denk jij dat erin zit? Ik heb werkelijk geen idee. Ik ben zo slecht in het schatten. Wat u nu in beeld ziet, dat is een schaaltje met kruidnoten en pepernoten. Wat wij van u willen weten als kijker is wat het gewicht is van die kruid- en pepernoten zonder het schaaltje. Als u het weet, bel naar de studio 4013551. Wat denk jij eigenlijk dat het... Nou, zou het een kilo zijn? Ik weet het niet. Kilo's veel, hè? Zit ook lucht. Ik krijg het niet in een avond op, waarschijnlijk. Als je vroeg genoeg begint. Ja, precies. We hebben ook live muziek. Ik vandaag. Van Finless Fish. Een vis zonder vinnen. Van harte welkom. Hi. Vertel, jullie gaan voor ons spelen vanavond. Wat? Wat? We gaan 2 liedjes spelen. Dat, toch? Ja. Die gaat William zingen. Wie is de zanger bij jullie? We hebben er 2. Ik ben William is een zanger. Kun je iets over de muziek vertellen? Schrijven jullie zelf? Ja, dat is onze eigen muziek. Daar zijn we in februari denk ik mee begonnen, ongeveer. Zoiets. Dus een hele jonge band. Niet alleen qua leeftijd, maar ook van bestaan. Ja. Dus, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Even kijken. William is een ex-collega van mij. En, William is nu al ex-collega's hebben. Ja. En Michiel, die ken ik al een aantal jaren van vroeger. Ja. En dan komt dan bij elkaar en iemand had een gitaar meegenomen en jullie... Ja, gewoon een keer... The rest is history. Lekker jammen. Stel je even voor, we beginnen bij William. Hallo, ik ben William. Ik ben zanger en gitarist van Finless Fish. En je achternaam? Van der Bent. Oké. Okay. De middelste? Ik ben nu mijn krijgsman. Ik drum al een aantal jaren en ik speel gitaar. Ik schrijf ook de nummers af en toe met akkoorden erbij. 21 jaar en... Het is gewoon leuk om lekker te jammen. Ja. En dan Michiel? Ik ben Michiel van Rijn. Ik doe zang en gitaar. Ik schrijf ook vaak de nummers ook. En aan de namen te horen ook een echte Katwijkse band. Ja, Finless Fish. Mijn kattekers. Ik wil toch even snel weten, voordat we gaan spelen, hoe zijn jullie aan die naam gekomen? Nou, we hadden eigenlijk geen naam. Dit is eruit gekomen. Finless Fish. Tijd aan het bedenken. Is toch, Nee, gaaf. Hoe heet het nummer wat jullie gaan spelen? Listen. Take it away. Come on, set them up. Time in the sun, there's a sound in strains. The
the tub of my mind. Roll down, roll down. The voice in my head keeps spinning around and around. What shall I do? All answers are gone, are gone. You listen, listen, the word of my mouth. When I sing and sing, and I sing for you. The silence, there was in the air. And it's gone, and it's gone just like you. You're standing and standing, but I'm still singing, singing and singing, and I'm singing for you. You stayed in and stayed there. You are the right one, the right one, the right one, the right one for me. The right one for me. You stayed by my side, recovered my heart. The love you gave was the answer for me, for me. The time we shared was my opening eye. I know what to do. Now my questions are gone, are gone. You listen, listen, the word of my mouth. When I sing and sing, and I sing for you. The silence, there was in the air. And it's gone, it's gone, and it's gone just like you. You're standing and standing, but I'm still singing. Singing, singing, and I'm singing for you. You stayed in and stayed there. You are the right one, the right one, the right one, the right one for me. The right one for me. Yeah, yeah. It was Listen van Finless Fish. En ja, van mensen die net begonnen zijn met een bandje, naar iemand die al 25 jaar in het vak zit, Bart van der Pol. Hij zit hier bij ons aan tafel. Onze eigen Bart van der Pol, kan ik zeggen. Bart. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Vorige week zat je op deze plek zo'n beetje, hè? Toen zat ik het presenteren, ja. Was, viel dat mee of viel dat tegen? Het was leuk, moet ik eigenlijk Was leuk. Ik kon dus wel merken dat ik gewend ben om op een andere manier te presenteren dan bijvoorbeeld in de camera te kijken. Want dat doe je dus niet zo vaak. Maar goed, ik moet dan ook bijvoorbeeld die samenvatting maken van de vertaling. En dan heb je dus even een handleidingje nodig. Ik had live gasten, hè? Ik had live gasten, uit Amerika vandaan, ja. een tweetal. Wie waren het? Mike en Amy Aiken. Dat is een duo. Countrymuziek. Countrymuziek. Ja, ja, daar hebben we beelden van. Laten we gewoon eens even kijken. Oké, goed. Goedenavond, kijkers en luisteraars. Het is weer vrijdagavond en dus tijd voor een nieuwe aflevering van Country Festival. Het programma van RTV Katwijk voor de liefhebbers van countrymuziek. Vanavond een hele speciale uitzending. Het is 25 jaar geleden dat ik voor het eerst achter de microfoon kroop om dit programma te presenteren. Hi, how are you? Great. Yes? Good, good. You like it here and so with the people? Yeah. Ja, dat was leuk. Dat is wel lachen, hè? Met de Amerikanen. Kwamen ze nou speciaal voor jou naar Nederland? Nou, ik kreeg op een gegeven moment van Amy een mailtje van Bart, wij gaan weer op tour. Weet jij iets in november? Nou, ik ben dan 25 jaar presentator. Als jullie dat willen doen, graag.
Nou, toen zei ze, nou, dat doen we gelijk. Ja. Nou, dus ze zijn in eerste instantie naar mij toegekomen. Maar ondertussen hebben ze dat uitgebreid. Want ze zouden gaan toeren in Europa. Dat er dus ook een optreden is geweest in Blijham bij Groningen. Ja. En daarna zijn ze naar Zwitserland gegaan. Hebben ze daar wat optredens gedaan. En ze zijn ook nog naar Luxemburg geweest. En op het ogenblik zitten ze weer in Nederland. Ja. Want ze zijn naar de Hiswa. Want hij is natuurlijk een grote boterliefhebber. Hij is een grote boterliefhebber. Maar terug naar jou, Bart. Ja. De 25 jaar geleden. Hoe zag de wereld er 25 jaar geleden uit voor Bart van der Pol? Nou, je snor had je al waarschijnlijk. De snor had ik al, ja. Die zal er ook wel blijven. Ja, je had vanmorgen wel mee. Ja, nee, hadden je uitgenodigd, hè? Nee, doe ik niet. En hoe is het begonnen? Het is zo dat ik was betrokken bij de organisatie van country muziekconcerten en dansavonden in de Rijn- en Bollestreek. In eerste instantie in het Lido in Noordwijk, later in de Schelft in Noordwijkerhout. En daar leerde ik diverse mensen kennen, onder andere ook de vorige presentator, Kees Vlieland. En die had op een gegeven moment het probleem dat zijn vader op sterven lag. En hij wist dat ik van countermuziek heel veel afwist. En dat ik toch een redelijke stem had, want ik had al een aantal keren voor hem in de Tramstraat ook wat liners ingesproken. Dus ik was wel een beetje gewend om achter een microfoon te zitten. Dus hij zegt, joh, kan jij vanavond mijn programma overnemen? Want ik kan dat zelf niet. Nou goed, ik ben in het diepe gegooid. Ik zat in één keer tegenover vreemde technici die ik nog nooit gezien had. En ik moest het programma presenteren. Je had wel een idee wat radiomaken was, toch? Ik had al gezien in de Tramstraat hoe dat ging. En ik was ook bij de KRO bekend. Want wij werkten met die stichting... vaak met de KRO, met grote countryprogramma's. Die ja, voor de duidelijkheid, de Tramstraat zat vroeger zeg maar, de dat is de eerste studio van de Vlok geweest. Ja. Ja. En nou goed, dus ik was wel wat bekend met presenteren. Nou, en, het is me redelijk goed afgegaan. Ja, nee. En de week erop was het ook nog niet zover dat Kees dat kon doen. Toen heeft hij gevraagd, kun je het ook nog een keer doen? Nou, ja, weer gedaan. En toen zei hij, nou, het gaat zo goed. Zullen we het voortaan samen doen? Nou, dat is jaren zo gegaan. Okay. Maar het was eerst een duo-presentatie. Ja, het was eerst met z'n tweeën. Ja. Apart. Nou, jaren alleen natuurlijk. Ik zit nooit daarna naar iemand anders gezocht? Om, nee. Ik zit liever alleen. Ik vind het op zich vind ik het leuk om alleen te zitten. In het begin was het zo dat ik een technicus had die en ik alleen maar presenteerde. Maar dat gaf allerlei problemen soms. Omdat je dingen wilde die hij dan niet helemaal goed begreep en zo. Ja, en soms zat ik omhoog, was er geen technicus. Toen heb ik gezegd, nou weet je wat ik doe? Ik ga het zelf leren. Ja. Ja. En ik ben uiteindelijk Radio West ben ik geweest. En heb ik daar de opleiding gekregen voor technicus. Voor technicus. Ja. En verder ook heb ik daar interviewtechniek geleerd. En uiteindelijk ben ik het programma ook gaan doen. Misschien een beetje een maffe vraag, Bart. Maar wat boeit je nou aan muziek die wij in Nederland niet zo heel goed kennen? Of vergis ik me erin. Country en Western is niet een muziek-soort die... In de huidige je bent tijd, een van de weinigen in Nederland, denk ik wel, die gewoon een echt... Of is dat niet zo? Ja, er zijn er heel wat, hoor. Het is zo, in de huidige tijd is country muziek niet meer zo bekend. Maar in de 50 en 60 jaren hoorde je dagelijks op de radio country-artiesten. Ja. En daar ben ik mee opgegroeid. En het is muziek die de mensen veel meer aanspreekt. Omdat de teksten die gezongen worden zijn begrijpelijk. En goed te volgen voor mensen hier in Nederland. En het is melodieus. Dus er zit een opbouw in dergelijke. En het geeft een bepaalde sfeer. Het is eigenlijk een soort ook levenslied, maar dan in het Engels. Ja. En dat is op zich heel aardig. En je hebt daar wel 36 verschillende soorten countrymuziek in. Is wat heel veel mensen weten dat niet. Maar, er zijn bijvoorbeeld wat Ilse de Lange bedoelt, is dat echt country en western? Deels.
Ze zit op de grens. Ze begint nu weer een beetje terug naar haar begin te gaan. Dat ze weer als countrymuziek. Ik heb haar overigens dus als schoenverkoopstertje nog gekend. Nou, vertel eens. Ze begon bij ons in de club onder andere met optredens. Oh. En daar kwam ze regelmatig dus voor een optreden. En heb ik heel veel met haar opgetrokken. En toen zij ook haar eerste cd in Nashville had gemaakt, en dan ben ik uitgenodigd in de studio's van de KRO, waar dan de presentatie plaatsvond. En heeft ze dus ook voor een aantal van onze mensen liners ingesproken, die we dus bij het programma kunnen gebruiken. Oh. Maar zij had niet lang daarna dan een nummer 1? Daarna is ze direct omhoog geschoten. En, heeft de country muziek nou Ilse de Langes nodig om, dat is dan, ik noem dat dan maar een beetje de pop country, wat populair is bij iedereen. Heeft de country nou eigenlijk dat, die Ilse de Langes nodig om de reguliere country nog een beetje levend te houden? In Nederland is dat wel belangrijk, ja. Maar in Amerika zijn er zoveel. Maar dan moet je dus kijken, wat noemt men tegenwoordig in Amerika country muziek? Dat is meer pop dan Taylor Swift, hè? Is een country, dat noemen ze country. Ja. Maar, jij vertelde onlangs nog eens een verhaal. We hadden het met elkaar over de moderne country en western muziek. Nou, dat kwam uit een doosje of zo, volgens mij. Ja? Uit een elektronisch. En dat... Het is de huidige, wat ze in de national country muziek noemen. Dat is alleen maar pop. En als je ook het geluid kijkt op een grafiek en dergelijke, zie je dat het helemaal vol gebouwd is. Ja. En dat er echt niks meer in zit. En je ziet dus een beweging van de oude traditionele country muziek. Die artiesten die bewegen meer naar de Americana. Want daar wordt dat wel gewaardeerd. In de bluegrass muziek bijvoorbeeld. Dat is een van de soorten country muziek die er is. Die wordt dus meer naar de Americana groep gebracht. En dan zie je dus ook dat grote bekende artiesten allemaal een eigen platenmaatschappij beginnen. Omdat de grote platenmaatschappijen, die sturen allemaal richting jeugd en allemaal meer moderne dingen. Ja. Maar de grote sterren komen eigenlijk niet meer aan de bak. Want echt hele grote namen. Noemen ze een paar grote namen. En George Strait bijvoorbeeld. Die zit eigenlijk nog wel bij een grote maatschappij, maar die komt soms niet eens meer aan de bak. Dat is een van de grootste artiesten in Amerika. Ja. Hoe komt dat dan? Omdat men aan het pushen is. Ik heb een hele discussie gehad met de Bellamy Brothers daarover. En wat is er? Bij die grote platenmaatschappijen zitten allemaal jongens die zijn opgeleid voor manager. Die hebben geen gevoel voor muziek, maar die proberen alleen maar te managen. Wat zou je daar doen dan? Hè? Het gaat om muziek, zou je zeggen. Ja, maar er moet ook geld verdiend worden. En daarin worden ze dus gestuurd. Ja. Waar kunnen we geld mee verdienen? En het gevoel van echt, we gaan iets heel moois maken, dat hebben ze niet meer. Nee. Nou, en wat zie je dus? Dat bijvoorbeeld een Garth Brooks, dat is een van de allergrootste in Amerika, heeft een eigen platenmaatschappij. En die maakt in zijn eigen studio dus nu nummers. Ricky Skaggs heeft ook zijn eigen platenmaatschappij. En zo zijn er steeds meer. Uiteindelijk zie je dan toch weer dat mensen weer naar de kwaliteit gaan. Ja, en je ziet het nu in Amerika ook, zie je het zo langzamerhand weer terugkomen. En veel van die traditionele country-artiesten richten zich richting Europa. Omdat het hier wel wordt gewaardeerd, met name in Engeland, maar ook in Zwitserland bijvoorbeeld. Daar worden hele grote festivals nog georganiseerd. Duitsland is dat ook nog een echte... Duitsland ook nog wel, enorme markt ook. Ja. Wat vind je van de jongens die bij ons nu in de studio zitten? Dat is heerlijke muziek om naar te luisteren. Ja. Is dat country en western? Het zit er tegenaan. Je hebt dus de instrumenten die je nog goed hoort. En dat is het... Dat is de basis natuurlijk. Dat is eigenlijk de basis. Ja. Kijk, als je bijvoorbeeld bij bluegrass kijkt, daar hoor je dus ieder instrument op zich. En ieder foutje wat er gemaakt wordt, dat hoor je. En als je dan een stuk muziek hoort en er worden helemaal geen foutjes meer gemaakt, dan weet je dat veel en veel meer te waarderen. Ik weet dat bluegrass een hele moeilijke soort muziek is, maar dat moet je leren waarderen. Vroeger zei ik ook, wat is dat allemaal? Ja. Maar op een gegeven moment heb ik dat ook leren waarderen. En ik doe dat ook heel graag in mijn eigen programma. Want ik heb nog een tweede programma tegenwoordig.
met akoestische muziek. Ja, Bart, want wanneer kunnen de mensen je horen op de radio? Want je steekt van wal en er is gewoon er is niks meer tussen te krijgen. Maar als de mensen raken, je bent een ambassadeur van de country western muziek. Ja, daar ben ik. Wanneer kunnen mensen je horen op de radio? Ik ben op vrijdagavond van 9 tot 11 live te horen. En op maandagavond van 10 tot 11, en dat is meestal ingeblikt, maar ik neem dat dan van tevoren op. Dat is goed, net voor het weekend en net daarna. En net daarna. En hoe lang ga je het nog doen? Ja, ik zit wel eens te denken, ja, moet ik nou nog door? Maar aan de andere kant krijg ik ook, zoals vorige week, reactie van... Bart, je gaat toch nog niet stoppen? Nee. Nog 25 jaar door? Ik zie, dan ben ik wel 95. dan rollen we je gewoon de studio in, Bart. Dan ben je vast weer een andere prijs van de oudste radiopresentator. Hartstikke goed. Bart van der Pol, leuk dat je bij ons tafel was. En nogmaals gefeliciteerd met je 25 jaar. Want dat was in 17 november, geloof ik, was het? Nee, 13 november. Oh, 13 november, oké. Leuk. Ja, leuk. Bedankt. Goed, ja. Brengt ons nog bij het spelletje, want we hebben... Wacht even. Ja. Laat even zien wat we gaan winnen. Oh ja, dat vergeet ik. Dat vergeet ik helemaal. In ieder geval deze drie dvd's van RTV Katwijk. En we hebben wat cadeautjes om het schaaltje heen liggen. En daar zit... Er zit een verrassing. Dat weet ik niet, heb ik geen idee. Maar we doen er gewoon nog een kilo pepernoten bij. En een kilo pepernoten doen we erbij. Nee, dat is een hele leuke prijs. Ja. Moet u wel even naar het studio bellen, 4013551, om hoeveel te geven. Hoeveel zit erin? Het gewicht. Wat is het gewicht van deze? In pepernoten. Laat het ons weten, 4013551. Gaan we even naar een promootje kijken. En natuurlijk, van Hobby van. Op zaterdag 2 december kunt u weer kijken naar een nieuwe aflevering van de Hobby van. Deze keer met Jaap van Egmond. Een hobby, ja, is het eigenlijk wel een hobby? Vrijwilligerswerk misschien? Oordeelt u zelf. Zaterdag 2 december om 6 uur, de hobby van Jaap van Egmond. Kijken hoor! Absoluut, kijken naar RTV Katwijk. Een van de andere mooie programma's. En bij ons aan tafel, iets anders moois kan ik wel zeggen. Ja. Sona, Miss Sona. Afrika, Nederland. Welkom. Hoi. Uit de Gambia. Ja. Moeten we het ook even over hebben? Maar de eerste vraag, moeten we het in het Engels doen of in het Nederlands? English. Yeah? I'm going to do it in English. Show what you are wearing. What's draped around it's your... It's a wreath, right? Yeah. The Miss Gambia. Africa, Netherlands. Yeah. The Gambia. Yeah. Finalist. So tell us something about Miss Africa in the Netherlands. How does that work? Miss Africa Netherlands mission is committed towards addressing health, education, and empowering the girl child. The girl child in particularly, to able to speak out loud for the voiceless in the community as leaders of tomorrow. Yeah, that is what Miss Africa Netherlands is about. And people who participate in Miss Africa Netherlands are the girls who live in Netherlands, but they're from Africa or one of their parents is African. Mm. How many finalists are there? 11. 11, yeah. Okay, when is the final? Second December, that is next week, Saturday. Okay. Tell us something about you, about Sona. Who is Sona? Okay, I'm 19 years old. I'm from Gambia, and I live 4 years in Netherlands. And I came to the Netherlands because my mom got married to a Dutchman, so that's why I have to... Not only a Dutchman, he's from Katwijk. Yeah. He's a Katwijker. Yeah. So that makes you a Katwijker now. Yeah. Okay. And you brought your mom with you? Yeah. And obviously, of course, she supports you. She supports me very much. Yeah. Sometimes I have to train how to walk. So I will be walking on the living room and she will be like, you don't have to do like that. You have to do it like this. Because my mom was also... Miss Gambia, but that was long ago before I was born. Okay. Misschien moeten we het even vertalen, want we hebben geen ondertiteling, want we zijn live. Dit is Sona. Zij is geboren in de Gambia, maar haar moeder is met een Katwijker getrouwd. Kraaienoord heet hij met zijn achternaam. En ze is 4 jaar geleden naar Nederland gekomen en ze doet nu mee aan de Miss Afrika Nederland verkiezing. Ja. Is ze een van de finalisten? Ja. Een van de 11. Een van de 11. En what do you have to do to become a miss?
What do you think? Obviously, you have to work out, but it's more than, they always say, it's more than just being beautiful. You need to have a platform, and my platform is to help the Gambian people. I want to build school in Gambia and help them with school product if I have the opportunity to do so, and if I win the crown. And also, if you want to win the Miss Africa Netherlands, you should know how to speak in public, and you need to have the confidence to. Yeah. Okay. It's not only be beautiful, but also you different. Have a message. Yeah. Okay. You need your message. Okay. And how do you train to something speaking like that? Like speaking in public. Yeah. You're doing it now. Well, it's my first time doing this. Okay. And I'm just like, okay, let me just do it. And it's normal just speaking with people. So you don't have to feel shy to do it. Absolutely. Yeah. Because in an audience of 3,000 people, it's not a problem for you anymore. At the final? To speak in public. I don't think so, because I'm doing it right now. So okay. I think I can do it. Yeah. All right. We have some pictures of you. Can we show some? Yeah, that's you. That's the Miss Africa. Are that the finalists? Yeah, those are the finalists. And that's you on the red. Who's it? That's like a red carpet. Yeah. Traditional. Traditional clothes. Yeah. Is that you have different rounds where you also have a round where you wear traditional clothing? Yeah, the real traditional clothes, because that traditional clothes, we wear it now, but my traditional clothes that I'm going to wear at the final is like real traditional clothes. Okay. All right. But who was it who told you support, or hoe zeg je dat? Meedoen? Meedoen? That you want to participate? In Miss Africa Netherlands. Who told you to do that? My mom. Mom was the... how do they call it? My mom was live on Facebook. Someone was talking about the Miss Africa Netherlands. So I was from work. I came home. And my mom said, look, someone is talking about a show called Miss Africa Netherlands. Oh, okay. And I think that is something for you. Do you like to do it? And I said, yes, because... Immediately you said yes? Yes, because of like every time when I'm walking out, people will be like, are you a model? I'm like nervous. Yeah. No, not necessarily. People will be like, are you a model? And I'm like, no, I'm not a model. They say that you have the height. I think you should be a model. Mm. So I think too, it's an opportunity. If I win the crown, it will help me to be a successful model. Okay. And that's your dream. Your goal. To build a school. Yeah, to help the I want to mean something for the Gambia. I want to do something for them. So I think it's an opportunity that if I win the crown to help them. Yeah. And what's your goal? That's the goal. Yeah, that's the goal. But after you're successfully crowned the Miss Africa of Netherlands. Yeah. What's your goal after that? My goal after that will be to work hard and put money together so that I can start what I want to do, that is to build school in the Gambia. In the Gambia. Yeah, and provide school materials, of course. Yeah, that's my goal. That's your goal. Let me translate that too for the people, because not everybody speaks English. Yes. Including Marcel. juist niet. Ze wil, als ze straks de kroon gewonnen heeft van Miss Afrika Nederland, wil ze geld ophalen voor een school in Gambia. Ze wil daar een school gaan starten en al de materialen die daarbij horen. Ze wil echt iets voor Gambia terug doen ook. Ja, dat is belangrijk. Dat is mooi. That's a very nice thought. Yeah. Is it? Tell us something, because most people never heard about the Gambia. Maybe the name, but they don't know the country. Where when we look at the map of Africa, where is it situated? Left, right, east, west coast? Africa. Yeah. Gambia is a nice place with a nice beaches, and a lot of tourists came to the Gambia, and yeah, we call it the smiling coast of Africa. Because everybody is smiling. Yeah. Because of the weather? Because of the weather, and all the people there are kind. Mm. And when the tourists came to the Gambia, they
they can go with everyone. Mm. So yeah. And, they are kind to everyone. It's a friendly country. Yeah. Friendly, nice people. Do you go there often? No, no, okay. Yeah, I'm planning to go there this December. That is 22 yeah? December. Yeah, okay. I'm planning to go there for 2 weeks. Okay, nice. And have you ever thought about living there or living in the Netherlands? Yeah. Or in both? I don't want to live in Netherlands forever, so I like to go there. Like when I'm old, I like to live there. Okay, and yeah. What is old? Mm. At what age? Let's look at mom. Mom is living here, but and if you live in when you decide to live forever in the Gambia, you say goodbye to your mom and your dad. I don't think so. Well, my mom wants to live here too forever. I'm not sure, but if I have everything what I want, that is to finish my school, build house in Gambia, have my own business in Gambia. So if I have all that, I'm going back. Okay. Can you say, is Gambia a poor country, or is it rich, or is it semi-rich, or half-rich, or... It depends. Some people are rich, some people... even the poor people, I mean, we grow what we eat, so we can survive. There is no like... Self-supporting. Yeah, and we help each other too. I don't think there is someone there who said, I'm starving and I don't have no food, because you can go to any home to have food. And schools, education... How is that in the Gambia? The education, is it possible that every child is going to... It's difficult if you don't have someone like living in Europe. It's difficult to pay your universities. Mm. You must have someone living in Holland, I think. Yeah. Yeah, because I was here since I was 14, so I was... I don't know much about that, so yeah. Okay. But you are lucky here that you can get your education here. I'm very lucky and thankful too. No? Yeah, I'm grateful that God gave me the opportunity. My mom provided that opportunity for me to come to the Netherlands and I'm having all these things. So, what a beautiful story. Is there anything that we can do to support you to make sure that you get that crown? Yeah. Can we vote for you? Yes, you can vote for me. How do we do that? You can... go to the Facebook page Miss Africa Netherlands, and there is a link there. You have to click that link, and then there is Sohna Jarendur de Gambia, so you click vote. All right. Okay, we can vote for you. Yeah. Okay. You kunt stemmen. Moet je wat vertalen? Ja, dat doe jij het maar. Ja, nou, nee, ze wil graag inderdaad, daar hebben we het net al over gehad, de school bouwen in Afrika en in de Gambia. En waarschijnlijk daar ook wel weer gaan wonen. Dat is wel de insteek. Je kunt stemmen voor haar op de Facebookpagina Miss Africa Netherlands. En dan, we find a button. Oké, druk op de knop en dan stemmen op Sona. Ga dat doen. En Katwijkse die meedoet aan de Miss Afrika Nederland verkiezing. Ja. Daar moeten we toch met z'n allen op staan. Doe dat. Ja. Sona, it was fantastic to have you here. And thank you very much. I wish you all the luck in the and world. And of course you're going to win. Thanks. Yeah. Of course. No doubt. No doubt. Thanks. All right. When is it? Saturday, on the 2nd of December. All right. Yeah. 2 december. 2 december. Dus voor die tijd even stemmen. Ga dat Kleine moeite. Doen. Doe dat. Yeah. En dat brengt ons... Nou, een stukje muziek weer. Ja. Want we hebben heel veel talenten. Van Miss Afrika Nederland gaan we naar de talenten van Finless Fish. Ze zijn net al even aan u voorgesteld. Hebben weer een ander nummer voor ons klaarstaan. En, wat gaan jullie spelen, man? Ja, wat gaan jullie spelen? Spelen. En heeft het liedje nog een verhaal? Precies. Het gaat over een lekker band. Ik reed eens naar mijn werk en toen... Een lekker band, vertel. Je had een lekker band. Ja, en dan heb je lucht nodig. Ja, zoiets. Wel handig. Ja, wat er gebeurt als je een lekker band hebt. Ja. Ja, maar wat gaaf dan dat gebeurt dan en je schrijft er een liedje over. Ja, het was op dat moment minder, maar achteraf. Ja. Je hebt het goed kunnen verwerken op deze manier. Ja. Je hebt het van je afgeschreven. Ja. Nou, zing het van je af hier dan. Take it away. Finless Fish. Met R. Mm-hmm.
in the middle of the game, you gave up, lost and searching for your goals, running through all kinds of lands for some healing. Helping hand, but the air that you release was not only for you, but it counted too for me. I didn't notice your affections or my past. Till you feel me running flat. Second reaction, change your mind. Those steel walls hard to find. Two of you, but one of me. Start the engine, you will see. Oh, but the air that you release was not only for you, but it was too for me. I didn't notice your affections or my path. Till you feel me running flat. And out of the blue, you've left me standing. And out of the blue, you've left me alone. And out of the blue, you've left me standing. And out of the blue, you've left me alone. Not only for you, but it was too for me. I didn't notice your affections on my bed until you failed me running flat. And out of the blue, you've left me standing. And out of the blue, you've left me alone. Mooi mannen, dankjewel. Helemaal mooi. Finfles. Hey, we gaan met een spelletje. Jij gaat even laten zien wat we hebben, geloof ik. Want dat vergeet ik de hele tijd. Ja, dat vergeet je de hele tijd. Dus daar komt er wel even een kilo pepernoten. Ja, die komen daar nog bij. Dit kunt u dus winnen, maar daar moet u natuurlijk wel iets voor doen. Er staat een schaaltje. We hebben alvast wat antwoorden doorgekregen. Maar er staat een schaaltje, komt nu in beeld. Wij willen van u weten hoeveel gram aan peper en kruidnoten hier in dit schaaltje zitten. Als u dat weet, bel dan naar de studio 4013551. Dan ga ik even opnoemen wat er al gezegd is. We hebben namelijk staan 250 gram, 380 gram. 350, dat zal er nog om hangen dan blijkbaar. Ja, 485 gram, 500 gram. Toch, 935 en 550 nog een keer. Ja. Ja, nou, het is allemaal minder dan een kilo en allemaal meer dan 250 gram. Ja, ergens zal er even zitten. Ja,
Dan moet ik eerlijk zeggen, we weten ook gewoon echt het antwoord niet. Dus gaan we zo meteen. Nee, gaan we ook niet even weghalen. Gaan we zo meteen live even doen. Ja, zo meteen gaan we dat live. We hebben een weegschaal. Ja. En dan gaan we dat live. Dus dan, en dan de notaris die gaat kijken of we het allemaal goed doen. De notaris. Ja. Dit kunt u dus winnen. Brengt ons bij de World Servants. Die zitten althans twee daarvan zitten hier aan tafel. Dat zijn Martin van der Vijver en Martijn van Delft. Dat is. Stel jezelf even voor. Ik ben Martijn van Delft. Ja, ik ben dan maakt het makkelijk, Martin en Martijn. Ja, inderdaad. Ik ben Martin van der Vijver. Ja. Beide uit Rijnsburg, beide World Servants. Dat betekent dat jullie de wereld overgaan om die te verbeteren, denk ik. Daar heb ik het heel kort samengevat. Maar jullie kunnen vast beter vertellen wat de World Servants zijn. Trouwens, als je dat toch zegt, wat is je leeftijd? Ik ben 19. En ik ben 17. Ja. Maar wel vroeg om al de wereld over te gaan, namelijk om de wereld te verbeteren. Zeker weten, maar het begint jongs. Ja? Het begint bij jong af aan. En wij zijn zeg maar met World Servants gaan wij, is een landelijke organisatie. En die stuurt ieder jaar sturen ze 800 mensen op pad de wereld over. En vanuit Rijnsburg gaat er al 10 jaar lang iedere 2 jaar een groep op pad. En, hoe ben je erbij gekomen dan? Hoe wist je dat dat er was? Vrienden van mij waren in 2014 geweest. En ik was er heel enthousiast van geworden. En die zeiden de wereldreis overreizen. Niet de wereldreis om, maar gewoon om het verschil te maken door bijvoorbeeld een school of een ziekenhuis of zo te bouwen. En zodoende ben ik erbij gekomen. Toen, zo ben ik er zelf bij gekomen. Maar dan moet je dus wel een beetje handig zijn. Zijn jullie een beetje handig? Nou, nee, niet per se. Maar kijk, World Service is inderdaad, de visie is bouwen aan verandering. Dus we gaan inderdaad dan over een jaar naar Myanmar om daar dokterswoningen te bouwen. En dat is World Service ook. Het is namelijk bouwen in een land, een ontwikkelingsland, maar je bouwt ook aan jezelf. Ja, oké, dus letterlijk bouwen. Ja, letterlijk. Je gaat echt letterlijk aan de bouw. Ik ben zelf nog nooit mee geweest, maar dat wordt wel begeleid, zeg maar. Dus je komt er niet helemaal alleen voor te staan. Maar het misschien nog wel belangrijker is dat je als deelnemer 2 jaar lang een proces ingaat, waarin je een stukje persoonlijke ontwikkeling ontwikkelt. En dat je na 2 jaar echt wel op die manier veranderd bent, omdat je jezelf beter leert kennen thuis. Dan gaan we het wel een beetje persoonlijk doen nu. Mm-hmm. Waarom zou je jezelf veranderen? Wat is er aan jezelf dat je zegt van nou. Ik ga niet flauw. Nee, maar. Waarom zou je jezelf veranderen? We zijn 17 jaar, ik bedoel, er is nog ruimte genoeg. Is het midden in de puberteit ook natuurlijk, ja? Ja, nee, klopt. We zijn een groep van 33 jongeren, inderdaad nog redelijk uiteenlopend qua leeftijd. Maar het is inderdaad een stukje wereldkennis die je opdoet, want we gaan inderdaad naar de andere kant van de wereld. We hebben het over de verandering, hè? Je zegt, het klopt. Is bouwen aan jezelf. Klopt. Je had het net over veranderen. Dat is iets anders. Je bent 2 jaar bezig om dat project voor te breiden, met geld ophalen en acties doen en. Tijdens die acties bijvoorbeeld leer je heel erg je kwaliteiten kennen, je talenten inzetten en hoe je die in de praktijk dus kan gebruiken om op lange termijn iets in de wereld te betekenen. En dat is het bouwen waar je het over hebt, aan jezelf. Dat is bouwen. Ja. Eigenlijk een stukje volwassen worden ook. Hè? Ja, nou zeker wel. Zou je iets over jezelf kunnen zeggen? Van nou, daar zou ik graag aan willen bouwen of daar moet ik aan bouwen? In mijn persoonlijke ontwikkeling? Ja. Nou ja, ik zelf heb laatst, vorig jaar ben ik ook mee geweest op het project. En ik zelf heb bij mezelf ontdekt dat ik bijvoorbeeld organiseren van evenementen en dergelijke heel interessant vind. En dat ik het bevestigen wat ik de afgelopen 2 jaar met World Servants gedaan heb, zeg maar acties opzet om geld op te halen voor het goede doel, heeft heel erg bevestigd voor naar wat voor studie ik nu doe. Ik doe dan nu bedrijfskunde, zeg maar. En binnen dat heb ik kunnen ontdekken wat ik wil, zeg maar. Oké, dat is heel waardevol. Maar als je het hebt over jezelf bouwen, kun je ook denken van, ik wil graag. Het geloof bijvoorbeeld. Dat is ook een World Service is een christelijke organisatie. En op het gebied van geloof zijn we ook met elkaar aan het stoeien en aan het worden ook toegerust en worden onderwezen in. En dat is heel waardevol, zeg maar. Want hoe ga je daarmee om in je dagelijks leven? En hoe wordt er eigenlijk bepaald? Nu gaan jullie naar Myanmar. Ja. Jij bent vorig jaar al ergens geweest. Naar Guatemala. Guatemala. Ja. Daar heb je in ieder geval hele lekkere koffie op, denk ik. Ja, dat wel. Ja, daar komt hele lekkere koffie vandaan. Dat weet ik toevallig. Ja, ik ken altijd Guatemala. Ja. Maar wat hebben jullie toen in Guatemala gedaan? Ja, toen hebben wij dus verder gebouwd aan een naschoolse opvang. Dus hebben we 3 weken lang in de tweede stad van Guatemala hebben gebouwd. En ja, zodoende. Ja. En hoe worden deze projecten landelijk bepaald, denk ik? Ja. Heb je daar nog enige invloed op? Ja, je hebt landelijk worden die projecten opgezet.
En wij in Rijnsburg hebben een vaste plaatselijke groep. En we hebben dan het voorrecht, dan krijgen we verschillende landen aangewezen. En de deelnemers mogen dan kiezen naar welk land ze willen. Er wordt een soort unanieme stemming gedaan. Uiteindelijk gaan we naar een bepaald land ja. toe. Nou, in dit geval werd het Myanmar, Oud-Birma, zeg maar. Is dat unaniem besloten of waren er toch mensen die... Er waren mensen die ergens anders heen wilden, maar grotendeels van de groep ja. heeft op dat project gestemd. Dat is eigenlijk, ja, dan ben ik een klein beetje oneerbiedig misschien richting het land, maar het is eigenlijk een bananenrepubliek. Ja, is het wel veilig om naartoe te gaan eigenlijk? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, dat weet ik, want het is zo onveilig. De ontwikkelingen op het moment die zijn niet fijn natuurlijk. Nee. Helemaal met de Rohingya-moslims die nu verdweven worden. En World Service gaat naar gebieden waar je het verschil moet maken. Ja. Dus het is ook logisch. Het is ook logisch. Dus we zijn als het ware de frontlinie. Dus het is ook logisch dat we naar dat soort gebieden gaan. Maar krijg je wel de gelegenheid om dat te doen? Want het is... het land is daar... is natuurlijk heel gesloten. Hè? De wil ik van buitenaf de heel naar toe laten. De dame die daar nu gekozen is... de president inderdaad. Ja, die heeft een prijs. En hoe heet dat? Nobelprijs. Nobelprijs natuurlijk gewonnen. Gaat niet zoals zij eigenlijk... Ja, het gaat niet zoals wij dat ook graag zouden zien in het Westen. Nee, ja, ik begrijp het. Hoe reageerden je ouders? Laten we dat eens vragen. Waren die blij mee dat je zei, hey Bama, ik ga naar Myanmar toe? Ja, die hadden er nog wel weer wat moeite mee. Ja. Hoor. Ja. Maar omdat ik al mee geweest was, konden ze toch wel wat eerder loslaten. Ik denk dat dat bij jou misschien ja, wel... Wat inderdaad, Myanmar hoor je laatste nieuws inderdaad zeker. Wat negativiteit over. Maar wat wel gezegd moet worden is dat Myanmar ontzettend groot is... van noord naar zuid helemaal, omdat er nog hele sliert aan de onderkant er vast zit, zeg maar. En wij zitten echt uit de gevarenzone, zeg maar. En nou ja, mocht het landelijk of geheel Myanmar gevaarlijk worden om naartoe te gaan, zit World Service daar wel bovenop. Dus het is niet zo dat we midden in een oorlog worden gestuurd. Maar jullie worden wel gebegeleid natuurlijk. Ja. Ja. Maar oké, er zijn twee begeleidingen, of niet? Eén, wordt er van jullie, van jezelf wordt er gezegd van ik wil dit en dit bij mezelf ontwikkelen en ik wil dat in een land ontwikkelen. Wordt dat ook wordt dat gestuurd? Word je daarin begeleid? Ja, door de landelijke organisatie worden we daarin begeleid. En ook binnen de plaatselijke groep zijn we elkaar heel veel mee bezig om de jongeren daarin te stimuleren. Ja. En moet het ook echt af? Jullie gaan nu dokterswoningen bouwen. Wij gaan nu hoe lang gaan jullie daar naartoe doen? We gaan 3 weken naartoe. En 3 weken gaan jullie hoeveel woningen bouwen? We gaan... we hebben het net over de Petrakerk gehad. Ja, dat is zeker waar inderdaad. Hey, wij gaan 10 dagen gaan wij... We hebben echt 10 vaste bouwdagen. En wij werken samen met lokale bouwlieden, zeg maar. En wij gaan dan eerst de begane grond bouwen. En dan komt er de andere 3 weken komt andere World Service groep. Ja. Ja. En die bouwt dan Martijn, jij hebt het al een keer gedaan, maar hoe ga jij je voorbereiden? Want er zijn een paar dingen. Taal bijvoorbeeld. Ja, ze spreken geen Engels daar, denk ik. Nou, dat zou ik niet eens weten eigenlijk. Nou ja, zo is het met mijn voorbereiding. Nee, nou ja, weet je, ik zie World Service, hoe ik daar ben ingerold. Ik ben er via Martin ingerold. Ja, zo gaat het dan. Iedereen steekt elkaar natuurlijk aan. Ja. Mijn voorbereiding, ja. Ik zie World Service als een heel toegankelijke organisatie. Want ja, de eerste keer dat ik daar kwam, stapte ik zeg maar de vergaderruimte in. Zat ik daar en zat ik erin, zeg maar. En nou ja, uiteindelijk aangemeld en nu ga ik mee. Wat World Service voor mij is gewoon een organisatie die het eigenlijk allemaal heel erg kant-en-klaar voor je regelt. Alleen de invulling ervan per groep kan heel erg verschillen of zo. Oké, maar hoe ga jij jezelf daarop voorbereiden? Hoe ik mezelf daarop voorbereid? Ja, niet heel erg. Ik ben met acties bezig om het geld op te halen. Dat allereerst natuurlijk. Dat is belangrijk dat we dat halen. En straks stap ik denk ik gewoon in het vliegtuig en dan kijk ik waar ik uitkom. Kijk, ik heb het voordeel dat ik zelf wel Engels spreek. En er zullen ongetwijfeld daar ook mensen zijn die Engels spreken. Ik heb geen idee. Dus, nou ja, maar lijkt me niet waar het standaard op school wordt geleerd. Nee, maar we hebben wel contactpersonen waarmee we kunnen praten. Oh, okay. En dan die twee die fungeren als tolk. Ja, ja, die zijn tolk. Ja, okay. Ja, nee, natuurlijk. Je had het even over het geld ophalen. Jullie halen geld op. Laten we de Lions ook even noemen. Want via de Lions hebben jullie wat geld gekregen. Ja. Hoeveel was dat? We hebben €1750. Kijk, dat is een mooi begin. Niet meer dan dat ook. Hè. We beginnen met een hele groep naar Myanmar. Dat mag wat kosten. Dus jullie moeten ook een hoop geld ophalen. Hoeveel is dat? We moeten €80.000. €80.000? Met hoeveel gaan jullie dan? Met 33 jongeren uit Katwijk en Rijnsburg. En op hoeveel zitten jullie al? Zit op het moment voor mij rond de 36.000. 36.000, dus nog net niet de helft. Hoe kunnen de mensen jou helpen dan? Ja. Dat zijn er toch... We organiseren allerlei acties. Dus we hebben bijvoorbeeld... Hoe kunnen ze ons steunen? Ja, nu vinden en hoe steunen? Nou ja, ze kunnen ons vinden op onze website. Dat is dan wsrijnsburg.nl. En verder ook via de landelijke organisatie. En ze kunnen ons volgen op Facebook. Maar daarnaast organiseren wij ook allemaal evenementen, zeg maar, om geld op te halen ervoor. Zo hebben we bijvoorbeeld 27 december op een woensdagavond in de Coco hebben we een Church Coast Top 2000.
En die wordt dan georganiseerd. En dat is dan een avond die zeg maar, in het teken van de top 2000 muziek staat. Ja. En er zal een live, een band optreden en daarna zal een DJ zijn. Oh. En de opbrengst van die avond gaat dan naar ons project toe. Jullie gaan daar toegang heffen? Sorry? Jullie gaan geld, toegang, je moet betalen? Nee, het is toegang, gratis toegang. Oké, dat wel. De drankomzet en dergelijke. Dat is, een biertje is €36. Ja, precies. Ja. Of even een blad vol afsteken in één keer. Nee, maar dat zijn toch allemaal dingen die moet je dan allemaal doen. En op welk moment moet dat geld binnen zijn, die 80.000? De doelstelling is dat om voor dat project alles binnen te hebben. Ja, wanneer is dat? En dat is 15 juli zullen wij weggaan. En we hopen echt wel in juni al het bedrag eigenlijk binnen te hebben. Knijpen, of denk je van ik haal het wel? Want je hebt het al eerder gedaan. Ja, ik heb het eerder gedaan. Ik heb er vertrouwen in. Maar het wordt echt nog wel een goede eindsprint trekken. En het wordt echt spannend, flink. En wat helpt is natuurlijk, we hebben ook voor heel veel, dit is inderdaad wat je zegt, de 6e keer dat we dit gaan doen als groep Rijnsburg. Dus voor heel veel acties hebben we een draaiboek en weten we hoe we die moeten invullen. En ook heel veel acties zijn gepland en weten we ongeveer hoeveel we daar gemiddeld mee ophalen. Gezien over de afgelopen jaren. Dus we kunnen wel een beetje een inschatting maken van hoe het eruit gaat zien. En voor een groot deel hebben we ook al wel een plan. Dus dat is natuurlijk ook belangrijk dat je daarmee begint. En dat geld wat jullie, die €750 die jullie hebben gehad, die zit in die 80.000 euro? Ja, die zit er al. Of moet je dat, En hoe doen jullie het daar? Jullie gebruiken plaatselijke mensen? Ja, zeg maar de landelijke organisatie. Die regelt qua geld en dergelijke alles. Ja. Dus die regelt ook de bouw en dergelijke. En ook, er gaan zeg maar in februari zijn er... Afgelopen jaar zijn er set-uppers geweest. Dat zijn van de landelijke organisaties. Die gaan op zoek naar nieuwe projecten. En een project van World Service moet vraag van de, van de lokale bevolking zijn, zeg maar. Ja, precies. En ook ondersteunen natuurlijk, hè, want daar naartoe gaan. En er zijn meer organisaties in Katwijk die dat doen. Die zeggen, ja, wij werken alleen met plaatselijke mensen. We kopen ook plaatselijke producten. We gebruiken plaatselijke mensen. Ja, dat is wat World Service de hele economie en iedereen ten goede natuurlijk. Dat is een prachtig initiatief. Ja. Nou, als mensen jullie willen vinden, wsrijnsburg.nl. En daar staat vast een hele agenda op met wat jullie allemaal nog gaan doen. Om, en hoe je donaat, want je kan daar ook gewoon doneren, neem ik aan, op die site. Ja, zeker weten. Doe dat dan, want het is een mooi project. Absoluut. Martin van der Vijver en Martijn van Delft, dank voor jullie komst naar de studio. En leuk succes, dat jullie, heel veel succes. Ja, straks en, in Miami. Laat even weten wat er allemaal gedaan is. En blijf veilig. Ja. Ja. Gaan wij naar het spelletje. We gaan niet meer vragen wat het gewicht is. Want we hebben inmiddels een winnaar. Want er hebben heel veel mensen gebeld. Ja, dat is wat we zien nu in het beeld. Onze assistente die geeft een weegschaal. We hebben een weegschaal. We zetten hem wel even in het zicht. Ja, ik heb hier een plastic zakje. Is er iemand die een beetje kan assisteren? Ja, dat doe ik. Oh, doe jij dat? Wat we wilden weten is wat het gewicht was van deze kruiden en pepernoten. Er valt er een naast. Ja. Ja, die hoort er wel bij. Ja, die hoort er wel bij. Die zou misschien net het verschil kunnen maken. Ik zet hem even aan, man. Hij staat op nul. Hij staat op nul. Nou, daar komt hij. Kijk, hij is in beeld. Nou, moeten we hem zo langzaam laten zakken? Zo? Ja. Wat staat er? Kunnen we dat lezen? 600. Is het leesbaar? Ik kan het net niet zien. 642 gram. 642 gram. Nou, dan hebben we. Daar is iemand die dat gebeld. Ja, we hebben ook iemand aan de lijn. Met 642 gram, nou dat zou wel mooi zijn, hè, als je dat kan. Ik heb geen naam doorgekregen, maar wie hebben we aan de lijn? Vertel. Ja, hallo, goedenavond. Hallo. Met wie je zit? Je spreekt met Marieke. Hoi Marieke, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Nou, wist jij het gelijk eigenlijk? Nou, we zaten thuis een beetje te discussiëren. En ik heb een beetje zitten inschatten van, nou die pepernoot, hoeveel zit er nou in zo'n pond? Heb je dat thuis ook, heb je het geprobeerd na te bootsen thuis? Nee, dat niet. Ik probeer de pepernoten zo laat mogelijk in huis te halen, want ze zijn elke keer gelijk op. Maar je hebt gewonnen. Hoeveel had je doorgebeld? Nou, ik heb uiteindelijk ben ik aan de voorzichtige kant gaan zitten en zat ik op 550 volgens mij heb ik doorgegeven, of 560. 550. Zat er toch nog ietsje vanaf, begrijp ik. Oké, maar je was in ieder geval het dichtst erbij en dat betekent dat je gewonnen hebt. In ieder geval, dit DVD-pakket van RTV Katwijk, al de DVD's die we gemaakt hebben, zit het kustwerk bij, is heel leuk.
Katwijk Centraal. Altijd lachen. En terg maar niet voor als je van een beetje nostalgisch bent over het Marine Vliegkamp. We doen er nog een kilo pepernoten bij. En dat kan je wel gebruiken, hoor ik, hè? Ja, hartstikke leuk. Ja. Nou, we gaan blijf even aan de lijn hangen. Dan gaan we je adres noteren. En dan komt dit deze week naar je toe. En bedankt voor het meedoen. En gefeliciteerd. Hartstikke leuk. Leuke uitzending ook. Ja, oké. Dankjewel. Tot gauw. Doei. Dat was Marieke, onze prijswinnaar voor vanavond. En dat brengt ons... Met 550 gram een kilo naar binnen harken. Ja, ongelooflijk. Zullen we die er ook bij doen? Of, nee, deze gaan we zo zelf op. Ja. Geef aan de World Servants mee. Ja. Of we gaan ze rondstrooien. Misschien is dat wel leuk. Ja misschien. Dat hoort er wel een beetje bij. Publiek in. Ja, gaan we doen. Gaan we ook doen. Nou, voor u in ieder geval bedankt voor het kijken. Het was weer een leuke, gevulde uitzending. Okay. Bedankt voor de band ook. Finless Fish voor het spelen van de live muziek vanavond. Alle gasten bedankt. En zoals gezegd, u voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer. Dank u wel.